De bedoeling is dat de soliste heel oud is en die zal tijdens de voorstelling transformeren naar iemand die jong is. Dat kunnen we niet enkel met make-up doen. Dus daarvoor hebben we special effects nodig, hebben we prosthetics nodig. Een soort tweede huid die dat aanbrengt op het gezicht van iemand. Doordat je het gezicht volledig afsluit, kan het gevolgen hebben voor het horen van de muziek. Kan het zijn dat het dus aanvoelt alsof dat de noten anders klinken, dat de muziek anders gaat klinken. Dus dat zijn ook zaken die we mee moeten rekening houden. Vandaag hebben we een pas gedaan waar we de plaatsingen van de borsten en de buik en de billen kunnen weten. En daarna gaan we ze effectief bevestigen op het pak. Dan gaan we verder de overgangen uitwerken dat het één geheel wordt, een heel pak wordt. En dan gaan we ze een heel natuurlijke beschildering geven. Alle adertjes en moedervlekjes dat er maar op een lichaam te vinden zijn, moeten allemaal geschilderd worden en dan ook nog getalkt worden dat het zo wat poederachtig, menselijker wordt. Met zo'n protheses, met zo van die gezichts- of in dit geval lichaamsprotheses, dat is toch altijd een beetje koffiedik kijken. Je weet dat toch pas echt als je het daadwerkelijk ziet op het gezicht van de persoon die het zal dragen. Dus daarom dat vandaag wel echt zo spannend was. We wisten ook wel min of meer waar we ons aan gingen verwachten, maar op dit moment worden de verwachtingen meer dan ingelost en dat is heel bevredigend.